Welkom dames en heren bij VRTP, welkom op de Rockstage. Mijn naam is Goh Velen en ik ben oprichter van vooropleidingstraject popmuziek hier in Reuven op de Rockstage. Vooropleidingstraject is een concept ontwikkeld door mezelf, Goh Velen, en mijn collega Martijn Broens in samenwerking met de Rockstation, waar we hier ook zitten momenteel in een prachtige Reuver. VRTP is eigenlijk een idee om popmuziek een boost te geven in Limburg en Nederland aan de muzikanten die wat er al mee bezig zijn, maar ook op de middelbare scholen popmuziek erin te knallen, zeg maar. En waarom is dat per se noodzakelijk? Waarom denk je dat dat er een boost aan is? Omdat, als je gaat kijken naar Romein bijvoorbeeld, maar die natuurlijk niet meer de mooie van Wiegen Kallen, maar het lik een beetje op zijn gaten, popmuziek, dat gebeurt in zoveel, dat is lopen van zeggen 20 jaar geleden, toen waar zich nog eens zo heel lang aan te maken, maar het is vooral booming, wat aan overgebrachte verhalen, zeg maar, weet ik dat het veel meer was dan het nu is. En dan zou ik eens kijken op de middelbare school, ja, popmuziek is eigenlijk onvertegenwoordigd, en ik denk dat popmuziek en sowieso muziek in het algemeen gewoon een plek nodig heeft. En niet alleen in de samenleving, en zeker ook op school. En daarom is het team ook begonnen met VOTP On Tour. Zo waren ze 28 september op het Bisschoppelijk College Broek in Roermond, waar ouders en leerlingen informatie kregen over VOTP, maar ook over VOCO, de vooropleiding tot conservatoriumstudie in Maastricht. We zijn hier naartoe gekomen omdat onze zoon enorm muzikaal is, speelt er vanaf zijn 7e gitaar. En heeft er ook ontzettend veel lol aan, maar in het agra-onderwijs, dat is op Nikkei, er wordt heel weinig aandacht besteed aan muzieklessen. En dat vinden we wel een beetje zonde. Dus toen kregen we deze flyers overhandigd op school. En nou, het leek ons super interessant. En ook heel leerzaam voor mij, dat hij dan in ieder geval toch met die muziek, buiten zijn gitaarlessen, dat hij daar op een andere manier mee bezig kan zijn. Ja, omdat ik na school wel iets met gitaar spelen wil doen, op mijn muziek. En ja, het is voor mij ook nog onduidelijk wat ik ermee wil doen. Maar ik hoop dat ik er heel mee een beetje duidelijkheid in krijg. Mm-hmm. Dus. En wat voor muziek speel je zoal beschrijven? Ja, eigenlijk vooral oude muziek, dus blues en rock. Vooral. Dus ja, eigenlijk alleen dat. In principe hebben we weer met het VTP On Tour traject, dus vooropleidingstraject popmuziek On Tour. Kan iedereen zich aanmelden, dat is op 5 tot 6 middelbare scholen in, van Stichting Onderwijs Midden Limburg. Iedereen wat zin in om muziek te maken is gewoon welkom. Kijk, we hebben natuurlijk wel, er is geen auditie, maar wel een intakegesprek eigenlijk. Van ja, oké, we bussen, wat vind ze leuk, speel ze al een instrument. Maar in principe is toen gewoon, jij was leren drummen of gitaar spelen, of toen wil je muziek maken of meer over muziek weten, dan bussen van harte welkom. Het is wel zo persoon, elke les met 2 docenten in de klas, dus mocht dat mensen die zijn die bijvoorbeeld ontzettend goed zijn in de muziektheorie of die al heel veel weten van popgeschiedenis, dan had die weer apart gepakt. En de mensen die er nog zwakker in zijn, die krijgen daar extra informatie nog over. Speel ik heel lang muziek, 8,5 jaar al. En ja, ik ben hier gekomen om te kijken wat voor vooropleiding er was. En ik ga ook naar de vooropleiding van de Rock Academie. Maar ik vond het wel interessant om hier naartoe te gaan. En ik was op school en ja, mijn oude gitaarleraar kwam een folder aan van dit dus. En ik zei meteen tegen mijn bandleden van ja jongens, dit is een geschikte kans om ons te laten zien. En ja, zo ben ik hier gekomen. Hij is zo leuk. We zijn met een team van 5 gecertificeerde popmuzikanten, allemaal afgestudeerd van een verschillende MBO muziekopleiding. En we 4 kunnen bijen aan een zoals ik bijvoorbeeld aangemeld heb, wat al droomde of de heerlijke ervaring is eigenlijk het samenspel met andere mensen. Probeer maar eens met een samen te spelen die nog nooit een instrument heeft aangeraakt. Of probeer maar eens met een samen te spelen met een van ons bijvoorbeeld, van het team van docenten, met wie hier staat. En daarna ben je voor oog allemaal workshops aan voor toekomstperspectief, wat heel het inner muzikanten zijn later. En dan heb je het niet in het UvB, er een keer feesten en groepjes en dat soort leuke praktijken. Maar ook ja, uiteindelijk moest er die brood met kinderen verdienen. En wie verdient er die brood met? En wat ga je ze les geven, ga je ze workshops geven, ga je ze net wie mee opstarten, wie VTP en VTP On Tour.
En we proberen eigenlijk het totaalpakket van muzikantschap eigenlijk een beetje in 20 weken te laten zien en overal gaan uit te pakken en dat de man met te geven van dat is er een muzikant te zien en dat is popmuziek. Niet alleen de muziek en het muziek maken, maar ook het idee erachter. En de echte muzieksector een beetje uit te breiden voor die kids. Ja.